Als je 10 jaar geleden zei tegen mensen, ik ben vegetarisch, ja, dan waren de geitenwolle sok. Dat was heel alternatief, heel basic. Nu is dat alledaags. Onze landbouw staat onder druk. Gronden raken uitgeput. De Noordzee biedt nieuwe mogelijkheden voor een duurzame zee-economie. En zeewier speelt daarbij een bijzondere rol. Veel mensen weten dat niet. Zeewieren, dat zijn zeealgen. Maar zeewier groeit op een harde substraat. En dat kan zijn een steen, oude mosselschelp, oesterschelpen. Als het maar hard is, dan groeit het zeewier op. Jan Kruijsen is een Zeeuwse zeewierboer. Hij levert vers wier aan Belgische koks, ook aan chef-kok Seppe Nobels. Nou, jij hebt meer techniek en jij doet dat sneller. Man, dat is niet... Ah, dat ziet er zo vaak. Dat is geen ontspanning om dat bij je te doen. Hè. Jij hebt die techniek onder de knie. Op het land worden alle groenten en kruiden geteeld voor consumptie. Hier in de zee vinden nog echt in het wild. Dat is nog onontgonnen. Hè. Dat is echt nog puur. Dat is heel knap om met die puurheid van de natuur te werken in een bord. De zee is belangrijk. Hè. Ik beschouw dat als een beetje een soort van... Een nieuwe soort verticale landbouw, want de zee is er al en we kunnen er ook van alles mee doen. Mij geeft dat als chef ook een gerust gevoel dat je gewoon dat je weet dat dat van hier komt. Hè? Buiten dat dat gewoon lokale economie steunt, is dat ook gewoon iets wat je kunt controleren als chef. Hè? Je controleert wat er in de keuken binnenkomt. Je hebt affectie met je product, je weet wie dat geknipt heeft, je weet wie dat geoogst heeft. Het kweken van zeewier is dan nog heel echt in zijn kinderschoenen allemaal. Er is nog veel te leren allemaal. Ik zie het ook wel als een stukje van de toekomst. Hier ook op de Noordzee, ook in Vlaanderen zijn ze bezig. En dat vind ik best wel interessant om dat te volgen allemaal. En terecht, want zeewier is powerfood. Het zit boordevol eiwitten, voedingsvezels, omega-3 vetzuren, vitamines en mineralen. Maar is de consument er al klaar voor? Femke van de Velde is culinair journalist. Ik denk dat Vlaams zeewier voorlopig nog een moeilijk product is voor de brede laag van consumenten echt om te begrijpen waar het vandaan komt en wat ze er precies mee moeten doen. Toegegeven, als je kijkt naar de kleuren, het ziet er ook niet echt bepaald smakelijk uit. Zeewier is een superfood. Hij heeft een tal van gezondheidsvoordelen. Maar ook vanuit duurzaamheidsperspectief is de consument op zoek naar vleesvervangers en of plantaardige alternatieven. Op zich kan je er echt heel veel kanten mee uit. De diepe smaken, de hartige smaken van bepaalde soorten, zelfs de geroosterde smaak waarmee je dan vlees zou kunnen gaan vervangen, zorgt er volgens mij wel voor dat Vlaams zeewier wel toepassingsmogelijkheden heeft. Voor onze Belgische kust loopt nu al een proefproject om in de toekomst zeewier te telen. Gecontroleerd en duurzaam. De bedoeling is om een gezond ecosysteem te creëren. In een windmolenpark hangen touwen en textielnetten waar het zeewier zich aan vasthecht. Het zeewier werkt zuiverend voor het water en het zorgt voor een gezond leefmilieu voor vissen en schelpdieren. En dat is dan weer goed voor een duurzame visserij. Frederik Vermeijren van Colruyt Groep volgt dit Noordzeeproject op de voet. De Noordzeecondities zijn uniek. Zijn ook heel eerder ruw. Maar we hebben voldoende stikstof en fosfor om zeewier te telen. Eigenlijk zijn wij pionier, voortrekkers in de wereld. Wij kweken zeewier op geotextielmatten van bedrijf Sioen, die verankerd zijn met schroefankers in de bodem. En we zijn volop aan het ontdekken welke types textiel er het best dienen als groeimedium. Het Belgische textielbedrijf Sioen heeft in de hele wereld zeewierboerderijen in testfase. En dat onder toezicht van Bert Groenendaal. Er zijn al een aantal wat we mini-farms noemen, dus mini-boerderijen. En we hebben die onder andere in Polen, hier voor de kust van Nieuwpoort ook, als ook in Spanje liggen. De volgende stap is natuurlijk dat te gaan opschalen en dan ga je echt over hectare boerderijen praten. En dat is het proces waar we nu volop in bezig zijn. Wij geloven dat in de toekomst de trend zal gaan naar zeewiercultivatie. Waarbij je eigenlijk één soort op één locatie gaat kweken. We zouden natuurlijk graag die producten op termijn in de winkelrekken hebben. Maar naast zeewierproducten of mosselen in onze winkelrekken, kan je zeewier ook toepassen in tal van andere zaken, zoals zoutvervanger in brood. Heeft zeewier zeker mogelijkheden, zeewierpasta.
Ik hoop dat mensen die daar nu totaal geen affectie hebben met deze prachtig product, dat die daar naar gaan uitkijken als er een nieuw seizoen start. Zoals dat nu mensen zeggen van oh, lekker de hopscheuten of oh, fantastisch, het zijn bijna asperges. Dat mensen gaan zeggen op een gegeven moment oh, nog een paar weken zijn het eerste blaaswirus er. Het gaat ook veel gemakkelijker in de handel te verkrijgen zijn als nu. Nu is het onbekend, onbemind. Maar eens dat die zeewierboerderijen er gaan komen voor de Belgische kust, dan gaan we dat ook gewoon in de supermarkt terugvinden. En dan zijn we vertrokken, denk ik. Thank you.